wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 23 januari 2024. Ja, en het is hoe laat? Bijna 7 uur. Het is nu 6 uur 58. Ja. En wij staan dus nu zometeen om eigenlijk zometeen de Jumbo in te gaan. Ja. Ik rook ook nu net uit zijn werk vandaan. Je ziet niet zoveel, nee. Maar wat wensen wij hun altijd? In ieder geval kijkplezier, denk ik toch. Precies bij dat. Deze groep. Juist. Zoals we dus net al zeiden, zouden we even de Jumbo in. Nou, zoals jullie kunnen zien, zijn we dus nu de Jumbo in. Ja, degelijk. Eens even kijken. Nou, dat is wel heel veel. Was? Oh, kijk, hier broodjes rood. Broodjes. What is with me? Broodjes, schat. Broodjes. Broodjes. Ja, broodjes. Ja, dan moet je zo even kijken. Ja, tuurlijk, meneer. Sorry, excusez-moi. Mijn fout. Dat was mijn fout, sorry. Allemaal niet? Ja, ik wel. Ha, die wel. Ja, er zit nog meer in, schat. Kijk, als je nou even die even neerlegt. Ja. En hoe duur is deze? Is deze ook 50 cent? Ja. Heb ik liever deze dan deze. Maar wil jij deze hebben, schat, en voor je tosti of wat? Ja? Als jij die, heb ik die. Haha. Ja, ik wel, ja. Ik moet even deze brood gewoon even in gaan vriezen. Zo. Top. Er staat niet veel. Hè? Er staat niet veel. Nee, het is heel weinig vandaag. Wat is dit nou veel voor bolletjes? Tarwe, maisbollen, nee. Nee. En ik moet dat andere even hebben. Even kijken. Croissantjes, croissantjes, croissantjes. Waar hebben ze hier croissant? Even kijken. Denk en zoeken. Vind ik leuk. Hè? Huh? Drie over zeven, correcte moendood. Waar hebben ze dat in die pakken? Nee. Ik vond hem niet zo denderend, want die hebben we toen ook en ook uit Duitsland gehaald. En dit is eigenlijk Duitse cola. Maar ja, ik zoek eigenlijk van... Dit, maar dan croissantjes in die pakken, zeg maar. Croissantjes. Die liggen waarschijnlijk daar. Ja. Ja. Ze knikt al, ja. Dus. Ja, ga jij maar lekker die andere kant op en dan ga ik lekker achter jou aan. Ha! Lekker pu. Dus dat. Huh, nou moet ik weten waar ze die hebben, die croissantjes. Ro, luister. Die croissantjes in pak. Daar zitten vier of zes in en zo. In zo'n voorgepakte pak. Ik heb het net even bekeken. Maar ik kon het niet vinden. Nee. Nee. Nee, dat is het probleem. Daarom zeg ik al, dat zoek ik. Maar als je dus ook een beetje mee wil helpen zoeken, dan zou dat fijn zijn. Ik zoek eigenlijk van die croissantjes, maar dan in pak. Die ik nog eigenlijk af moet bakken, maar ik doe het dus gewoon lekker in de... Die voorverpakte, ja. Maar ik kon het net en net niet vinden daar. Ging dan roze? Hè? Ging dan roze? Wat? Ja, laat maar. Het zal waar het over hebben. Geen idee. Ja. Ik ben blond, hè, vandaag. Ik ben blond vandaag. Wist je dat nog niet? Is het zo? Ik kon het niet vinden. Of ben ik nou zo achterlijk vandaag? Ik ben achterlijk. Daar dus. Ja, maar die zijn er niet. Die krijg je ook niet zeker. Nee. Want daar kan je dus namelijk lekkere tosti mee maken. Tosti?
Ja, en dan doe je de ham en kaas in. Ja. En dan gewoon in die ijzerding. Ja. En voor de tosti. En dat is dan lekkerder ook. Krijg ik alle oplopen terug te zien. Ja, ga maar kijken voor mij. Helemaal top. Ja, helemaal top. Oh, goed idee voor jou. Goed idee voor mij. Ja. Ik krijg alleen maar weer complimenten hier. Helemaal leuk. Ja, is goed. Ik loop wel even achter, een deels achter je aan. Ja, vind ik leuk. Zo. Achteraan lopen. Vind ik leuk. Ja. Ik spoor niet helemaal. Maar oké. Huh? Hij is nou net uit naar zijn werk. Oh, dus dan... Is... Ja. Ah. En dus dan is het altijd eventjes hier naartoe. En dan hoeven we de rest van de hele dag niet meer. Nee, dat niet. Dan kan hij naar zijn bed. Ja, precies dat. Precies dat. Waarom wordt alles zo duur? Wil jij eens even helpen kijken voor ervoor nog een goedkopere dan die 3,82? Hij is nou gewoon 3,82, hè? Die van mij. Schat, wil je even kijken naar een wat goedkopere? Dat is wat ik vraag. Ja, maar ik heb 3,49 hier. Ja, maar die vind ik niet lekker, dat weet je. Ja, die is wel goedkoper. Ja, maar die vind ik niet lekker, dat weet je. Ja. Dank u. Deze, 4,49. Nee, die is duurder. Die ik altijd heb, die is 3,82. Ja, maar die is 6,49. Dan ben je nog steeds goedkoper uit met die kleine. Schat, alsjeblieft, gewoon deze even... Deze van 2,99 dan. Benasol. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, hier helemaal leuk. Ja, schappig. Waar is papa? Waar is papa? Waar is papa? Kom, eens kijken. Waar is dat big? Mag ik erbij? Ja, ga kijken. Wie is daar? Wie is daar? Doe me gewoon open. Gewoon open doen. Helemaal open. Hi! Ik had nog katgrit hoor, hier boven. Nee, dat zeg ik niet! Dat zei ik niet eens. Ik mocht 2 zakken. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik vroeg of jij de kattenbakken even wou legen. En die 2 zakken. En die gelijk meenemen om weg te gooien. En dan doe... Nee, die 2 zakken uit de kattenbak. Nee, ik vraag of jij die even wil legen. Dat is wat ik vroeg. Dat is wat ik vroeg. Want dan kan ik de kattengitten weer in doen. Dankjewel. Meneer is moe, zeg maar, jongens. Meneer is moe. Ja. Maar dat geeft niet. Heb ik daar ook weer 2 zakken kattengit. Helemaal goed. Ja. Ja, balkon. Kom maar. Ja, balkon. Mag ik erbij? Lof, je weet toch ook eerst dat een lady mag? Kom, lopen. Lof, Dirty, stoel, kom. Goed zo. Nou, en daar staan onze 2 Dinky Toys, hoor. Hé, schat? Dat is geen Dinky. Niet meer? Jammer. En wat is het dan wel? Heeft jouw auto trouwens ook een naam, of niet? Heeft jouw auto ook een naam, of niet? Jij mag gewoon... Hoe? Grijsje? Oh. Ja, en ik moet nog een naam verzinnen voor mijn auto. Nog steeds, ja. Yes, papa, die gaat lekker naar huis. Die is moe. Die wil slapen. Ja, die wil slapen. Trust. Ja. Zal ik jou bellen nadat ik terug ben voor mijn afspraak? En dan nog even samen eten? Oké, doen we dat. Laters. Hoi. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, tuurlijk. Bruin, wit. Ja, wit, bruin. Wit. Oké, top. Hè? Huh? Ik hoor je niet. Niet, jammer. Geen zwarte eieren, jammer. Hey, trusten. Kom, dames, naar binnen. Het is koud. Kom. Lady. Kom. Hollen. Kom. Hup. Ingezoomd. Is niet handig. Kom. Ja, lopen. Kom. Lopen. Hobbelen. Hoven. Goed zo. Wie, wat, waar ging daar naartoe?
Oh, niemand. Ja, 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 ja. Kijk, dit liggen dan ook. Heerlijk. En dan ligt er, zit er hier iemand. Ja, op het bureaustoel. Hij kent. Hij schat. Hey, manneke. Hij schat. En Lissy zit daar. Andere grote vriendin. Hij Liss. Hij schat. En Draki ligt daar. Helemaal perfect. Ja. Echt wel. Ja, ik zit dus lekker in de auto. In de file. Ja, en ik sta dus niet alleen in de file. Nee. Hoe toevallig sta ik dus nou niet alleen in de file. Nee, kijk, even focus. Ja, zeg ik. Ik sta dus nou niet alleen in de file. Nee. Dat is grappig dat ik nou niet alleen sta. Nee. Dus, nee. Ik ben dus nu onderweg naar Dordt. Ja, daar heb ik een afspraak staan. Eventueel kan ik daar gaan werken. Dus ik ben benieuwd hoe het gesprek zo meteen gaat verlopen. Dus ja, ik hou jullie zo meteen al lekker op de hoogte. Ja, echt wel. Dus en ik laat jullie gewoon in de auto, want ik kan daar niet filmen. Dat is gewoon privacy. Dus ja. En ik zou er eigenlijk al om 2 uur zijn, maar ik werd een beetje later wakker. Ja, want ik had de hele nacht niet geslapen. Wat doe jij raar? Draai jij raar, jongen? Blijf wel een beetje achter je hangen, want je rijdt wel heel raar in deze bocht. Deze vrachtwagen die was net even een beetje heel raar aan het rijden. Dus ja, blijf wel een beetje achter hem zitten. En vooral in een bocht moet je dus een vrachtwagen niet gaan inhalen in een bocht. Nee, doe dat niet, want een vrachtwagen, ook al is het een kleine vrachtwagen, ze hebben dus een uitzwaai van 3 meter. Ja. Alleen daar zijn heel veel mensen zich niet van bewust. Nee. Dus wees daar wel bewust van. Want gewoon een vrachtwagen geeft gewoon niet mee, jongens. Echt niet. En ze hebben gewoon een uitzwaai van 3 meter. Dus ja, en jullie hebben nou de camera. Nou ja, de camera en de grote spiegels kunnen zien. Gisteren. Dus ja. Dus daarom geef ik ze ook de alle ruimte tegenwoordig. Want dat is ook gewoon nodig, weet je. Geef ze gewoon de ruimte. Dat is niet zo moeilijk. Gewoon even de ruimte geven. Yo. Heb gewoon geduld. Ze werken ook in principe voor jouw eten. Hè? Dus, en het is een beetje drukjes. Maar ja, joepie de poepie zeg. Het is even hier een beetje trajectcontrole hier op dit stukje. Nou, joepie zeg. Dat is erg. Totaal niet. Gewoon even lekker rustig aan. Muziekje aan. En dan komt het wel helemaal goed. Ja. Dus, en ik ben ook blij dat mijn broer Harrit... Eventjes, die ga ik gelijk even in het zonnetje zetten. Mijn liefstallige broer. Ja, mijn liefstallige broer. Harrit. Ja, jullie horen dat goed. Die, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, die helpt mij nu onwijs met het editen en van mijn vlogs. Dus, ja, een shout-out naar mijn broer. Ja. Dus dankjewel, Harrit. Echt, ik ben super blij met je. Ik ben trots op je. En, ja... Ik ben gewoon blij, want zonder jou had ik dit zeker niet aangekund. Kom maar. En geef ook gewoon even anderen gewoon even de ruimte en die er gewoon ook tussen willen. Dus dat eigenlijk. Dus ik ga nu even weer focussen op de weg, want dat is ook erg nodig. Want eigenlijk mag ik dit nog steeds niet. Eigenlijk ja, Enzo, kom maar. 80 hier, want er is trajectcontrole. Nee, er staat 50 op de weg, Enzo. Er staat 50. Ik weet niet of jullie het al heel goed kunnen zien, 50, maar... Er staat 50 op de weg. Dus daar moeten we wel een beetje aan gaan houden. Kijk, er staat 50 op de weg en zo. Ja, er staat 50 op de weg. Dus ja, dus dat eigenlijk. Ik ga nu inderdaad focussen op de snelweg. En dan checken jullie mij straks later. Zo, hij staat al aan. Hartstikke mooi. Deze kan even daar, want ik moet eitjes maken. Wat zijn we aan het doen? Nou, deze mag de dames hebben van mij. Oeh, dames, kijk eens. Oeh, kom er zo.
die jongen. Ja, mag Lady ook even mevrouw Dik zakte maar even. Lady, kom eens hier. Hé, hey, kom eens hier. Kijk, pak hem. Ja, zie jou. Pak hem. Ja, zie jou. Kom maar, schat. Ja, hier. Kom ik even hier. Alsjeblieft, doe maar. Pak dan. Hey, geen zin in zeker. Hey. Zo, alsjeblieft, schat. Oké, okay, ik pak dus hier al een tosti-apparaat. Tosti-apparaat, ja. Ik zie helemaal niks van. Wat je kan doen, schat. Huh? Wat je kan doen, als je hier dus niks ziet of zo, kijk hier. Heb, kan je met de licht spelen. Daar ligt het niet aan. Niet? Nee. Even wachten. Google, lamp, keuken aan. Hey Google, lamp, keuken aan. Google luistert niet. Jawel, want ik kan het ook via mijn horloge doen. Via horloge? Ja. Via horloge de lampen aandoen. Ja, via mijn horloge. Ja. De meeste mensen gebruiken daar gewoon een lichtknopje voor, maar jij gebruikt je horloge. Ja, ik wel. En jij mag dit gaan opmaken. Deze, die, lekker voor op je werk. Op je werk, oké. Okay. Dat zit er allemaal in. En die puntjes mag je ook meenemen. Vind ik helemaal prima. Puntjes. Zo. Puntjes. Ik heb hier kaas en ham. Ja, ham en kaas. Ja, voor een boterham. En ik heb hier lekker croissants. Oké. Okay. Ja, pak even een bord. Dan ga je dan een krompoes van maken? Nee. Een krompoes. Mag je ook niet eens meer zeggen, rood, dus alsjeblieft. Een crosti. Want ik wil dit er niet op hebben, alsjeblieft. Je wil een crosti maken. Oké, check. Oké, we hebben hier croissantjes, kaas en ham, bord en een tosti-apparaat. En ik ga wat lekkers maken. Want dat heb ik namelijk gezien op een TikTok, had ik al vanochtend ook al gezegd. Maar waar moet ik hem openmaken eigenlijk? Nee, bij de ingang. Nou. Zie nergens een ingang. Hebben die dingen nog een naam of moet je daar maar gewoon wat voor verzinnen? Is het gewoon een tosti van croissantjes? Gewoon een tosti van croissant. Oké, croissant tosties. Ja. En ze blijken overheerlijk te zijn, dus... Oké, overheerlijk. Ga je naar eindigen of ze lekker zijn? Ik ook niet. Moet het in de oven of in de tosti? Nee, gewoon hierin. Oké. Hoeft helemaal niet, niks en niks in de oven. Oké, okay. Boter erbij, eroverheen. Ja, dat wil ik wel zelf gewoon boter erbij. Ja. Zometeen. Ja. Maar eerst even openmaken. Ja. Wat is ze, lady? Wat is ze, lekker ding? Je kan natuurlijk ook groenten tussen doen of iets anders. En heb je iets anders. Dat kan allemaal. Alles, voor de vegetariërs, veganisten onder ons. Ja, dat kan allemaal. Gewoon eventjes een beetje openmaken. Zo, moet je het wel goed doen. Zo, dan ga ik deze alvast even aandoen. Ja, helemaal goed. Die daar, die aan. Moet ik even kijken waar ik wat heb. Daar, mus, aan de kant. Jij ook. Kleine, daar. Yes, check. Dan moet ik even boter hebben. IJskartie. Boter. Wat is ze, schatje? Wat is ze, wijfie? Nee, je krijgt niet. Jammer, ja. Dan moet ik even een mes hebben. Een mes. Kijk, dan doe ik dus even... Even snel. Boter, wil je er ook een boter? Ja, oké. Ik check het even bij je. Okay. Even een vraag tussendoor. Daar hadden we de laatste discussie over. Wij? De boterham. Ja, nou ja, een discussie. Een vraaggesprek. Ja. Want stel dat je iets van ham houdt en je eet wel een boterham. Zit er dan ham op je brood? Nee. Waar komt het nou vandaan? Dat jij uitgezocht. Ja. Uit het verleden, er waren mensen niet zo rijk. Dus was het een boterham, een broodje zeg maar. Met boter of met beleg. Kaas in dit geval, bijvoorbeeld. Ja. Dus als iemand zegt, van nou, ik pak even een broodje. En film even jezelf dan. Ik ben jou lekker aan het filmen. Nou, wie het klaarmaakt. Okay, ja. Dan zei je, ja, wat anders? Ja, er zit al boter aan. Boteram. Dat wordt dan boterham verbasterd. Dus vandaar die broodjes, gesneetjes. Ja. Waar boter aan zit, boteram, wordt dan boterham genoemd. Ja. Dan hoef je dus geen beleg te nemen. Dat is te duur. Ja, vroeger. Dus. Vroeger. Ja, een paar honderd jaar geleden. Een plakje kaas van zitten dan?
dikzak. Oh, er zijn nog meer. Lissie, je krijgt Mipo. Drekkie. Drek. Wat dan? Kijk eens hier. Alsjeblieft. Allemaal kaas. Kleine. Daar is Kleine al. Zitten. Zitten. Alsjeblieft. Moet ik ook gaan zitten? Ja. Een beetje in, hè, Jenny? Ja. Deze deukt een beetje in. Ja, een klein beetje, maar dat is inherent aan het systeem. Wel, ja, joh. Het is ook een deksel, hè, niet om iets op te maken. Geen aanrecht, zeg maar. Nee. Zeker als je de kracht opzet. Zo. Want Rodi wil helemaal geen ham. Nou, nee. Respect daarvoor. Geen ham en geen beenham en geen schouderham. Gewoon niet. En nee, maak ik het schoon? Nee. En dus mij en mij dus ook niet. En niet bellen niet, hè, vrouw? Nee. Nee, dus want nee, ik maak schoon. Het gewoon niet schoon. Nee, het zit al vers belegde kaas zit er al in, dus dat scheelt je. En maar tossies er heeft met kassaantjes erin te doen. De kaas komt vanzelf. En want maak jij het altijd schoon, vrouw? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik ver het meestal eventjes af, maar verder ook niet. Nou, dan heb ik mijn kashands. Ja, die van jou. Die normaal van jou, toch? Ja, maar... Je hebt ze gekocht. Ze is van jou. Grappig. Grappig. Nee, zeker een beetje in het kader van dat broodjebal met zuur, zeker. Broodjebal met zuur, hoe bedoel je? Nou, er was een man die ging zo'n snackbar in. Ja. En die zag, nou, ik wil graag broodjebal met zuur. Nou, prima. Dat is 3,50. Nou, prima. Kijk, 3,50. Krijgt hij een bal. Ze zei, ja, wat is dat dan? Ik heb broodjebal met zuur gevraagd. Nou, zegt die eigenaar, die je bediende, dat brood zit er al in en dat zuur dat komt erna. Ja, oké. Ik denk niet dat je dat zo'n lekker broodje wel met zuur gaat opeten, nee. Als je de maagzuur van gaat krijgen. Nee. Dus, is dat klaar? Nee. Oh, hoe lang duurt dat? Dat is zo klaar, schat. Zo klaar, oké. Okay. Ik maak me nog niet druk. Ik maak me nog niet druk om. Ik vraag alleen hoe lang dat duurt. Kort genoeg. Kort genoeg. Oké. Okay. Bek houden. Zo dan. Bek houden, alsjeblieft. Papa, alsjeblieft. Hier is er nog iemand die nog wat wil. Ja, die ze krijgt nog een plakje kaas van me. Dat is goed voor de trek. Zeggen, pak nog eventjes een bord voor jezelf of zo. Een bord. Een bord voor je kop? Nee, bord voor mezelf natuurlijk. Ja, dat is en dan kunnen jullie wel zeggen, lieve schatten, van joh, Karen en je gebruikt heel veel boter. Maar als ik heel weinig boter gebruik en dat kan rood beamen. Dat vind ik totaal niet lekker. En dus ieder zijn eigen ding. Dus ik heb gewoon lekker veel kaas ook altijd. En rood bier, dat gaat iets zuiniger. Maar ik heb zoiets van, je leeft maar één keer. Ja. Moet je er ook van genieten ook. Precies. Oeh, kijk eens hier. Ja, kijk. Ja, hier, maar niet daar. Nee, niet in dat heet thuis. Kees. Ja, en of het heet is? Ja, het is heet. Ziet er goed uit. Dat hoop ik toch wel, ja, voor je. Alle kanten even bekijken. Ja, als ik wat anders heb. Zo.
Zo. Dan de kaasje. Weer opwerpen. Lieve schat, bollen. Bolle trien. Druk het, hè. Druk het einde. Hij schat. Kom. Hai. Zo. En mij niet bellen, niet. Niet? Ja, maar. Dus, wil je nog een, wat anders erbij of zo? Mayonaise of zo, wat? Nou, ik zou zeggen, proef het eens. En geef even je ongezouten mening. Ja, wat zou ik doen? Nee, maar gewoon even. Apart. In welke zin apart? Nou, moet je het opschrijven. Dat is een combinatie tussen een croissantje en een tosti natuurlijk. Ja. Het zijn warme croissantjes, dat sowieso. En het is geen kaascroissant, want het zit er overheen. Ja. Je hebt dus de smaak van een tosti en de gesmolten kaas. Een beetje warm. Dat is wel lekker. En zou je dit aanraden? Ik vind het wel lekker. Dat is mooi. Nou, mijn tosti, croissant tosti. En dan mag Ro dat weer zo te veel. Krosti zeker. Ja, precies, krosti. Ja. Ik heb ook nu mijn eten voor mijn neus. Wat heb je allemaal? Nou, een lekkere croissant. En met ham en kaas. Wat jullie dus net hebben kunnen zien. Zo lekker. Een krosti. Ja, een krosti. Ja, zo'n goede krosti. Het smaakt een beetje kazerig, zeker. Ja, maar hij is wel lekker. Oh, een lekkere croissant met ham en kaas. Net zoals eigenlijk dan uit winkel, maar dat is dan eigenlijk al erin. Maar dit is gewoon vanuit de tosti-ijzer. Mm-hmm. Ik kan het ook in de oven doen, natuurlijk. Ja, maar dat duurt dan is het niet zo lekker. Het duurt wat langer. Ja. Zou je het ook kunnen doen met croissantjes uit blik, dat je zelf moet maken? Ja, dat kan. Maar dan moet je het eerst dus in de oven doen, ja. Af laten koelen, dan weer snijden en dan? Oké, nee, ik dacht meteen dat je de croissantjes uit blik doet, beleg erop doet, dan oprolt en dan in de oven. Nee, dat is niet dit. Nee, dat is wat anders. Maar mm-hmm. Zou dat ook lekker kunnen zijn? Tuurlijk. Oké. Maar ik zou dit inderdaad aanraden, want dit heb ik dus gezien via TikTok, dus... Waar TikTok niet eens een keertje goed voor is. Mm. Dit dus. Ja, oké. Okay. Dus ik zou zeggen, maak het ook even en laat dat even onderin weten als je het hebt gemaakt en of jij het lekker vond. Ja, en als het goed is, komt Roda nu aan. Ja! Ja, daar gaat Ro na zijn werk. Hartstikke idee, hola die. Ja, nou dames, wij gaan naar binnen. Kom. Want of. Of mag je gelijk door? Check, dubbelcheck. Nee. Ja, daar rijdt hij. En daar rijdt hij. Jee, werk ze schat. Doei. Daar lig ik dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot